Ik werd gegrepen door haar verhaal tijdens het lezen van mijn Bijbel. En het integreerde en prikkelde me. Als je naar haar luistert, kom je tot ontdekking dat ze een buitenlandse is. Ze spreekt Hebreeuws met een accent. En als je heel goed luistert, dan weet je dat ze uit Moab komt, een naburig land. En als je haar vraagt hoe een Moabitische uiteindelijk in Bethlehem terecht is gekomen, dan vertelt ze haar treurige verhaal. Haar schoonfamilie, Elimelech, Naomi, Machlon en Chilion zijn een aantal jaar daarvoor vanuit Bethlehem naar Moab gegaan. Het land was getroffen door een enorme hongersnood. En de hongersnood was zo groot dat zelfs Bethlehem, wat broodhuis betekent, op dat moment geen brood meer was. En Elimelech besloot als economisch vluchteling naar Moab te gaan en hij verbleef daar een aantal jaren in de velden als vreemdeling. En dan slaat het noodlot toe. Elimelech overlijdt en Naomi blijft met haar beide zonen achter. Maar aangezien Naomi toch al wat gezetteld is en de hongersnood nog steeds in Bethlehem en in Israël aanwezig is, besluit ze om te blijven wonen in Moab. Ondertussen zijn haar beide zonen getrouwd en zo komt Rut in de familie van Elimelech. Rut komt in een compleet andere cultuur, andere gewoontes, maar komt ook in aanraking met een andere god. Van huis uit is ze gewoon in een meer godendom te geloven, maar daar komt ze in aanraking met de levende god. En hoe en wat dat precies is gegaan, maar gaandeweg ontstaat er door de jaren heen bij haar een verlangen om de God van Israël beter gaan leren kennen en te gaan volgen. En of ze daar met haar man of schoonfamilie verder over gesproken hebben, weten we niet. Maar uiteindelijk na 10 jaar slaat het noodlot opnieuw toe. En Machlon en Chilion overlijden beide. En Naomi blijft met haar beide schoondochters alleen achter. Ze is getekend door het leven, ze is verbitterd en ze besluit dan ook om terug te gaan naar Bethlehem, want inmiddels is de hongersnood afgelopen. En op weg terug naar Bethlehem ontstaat er een gesprek tussen Naomi en haar beide schoondochters. Want Naomi heeft nagedacht en heeft tot ontdekking gekomen dat er eigenlijk voor haar beide schoondochters geen bestaan is in Israël. Want volgens de Joodse tradities en de Joodse wet zal er geen enkele man zijn die met hen zal trouwen. En als vrouw alleen, zonder man en zonder kinderen, heb je eigenlijk geen bestaan. En Naomi gebruikt dan ook al haar overtuiging om Rut en Orpa te stimuleren om alsjeblieft terug te gaan naar Moab en daar een man te vinden, te trouwen en kinderen te krijgen. En als je dat probeert voor te stellen, dan zie je hen daar staan. Op de weg van Moab naar Bethlehem, op een kruispunt van wegen. En alles wat Naomi probeert te doen, is deze twee jonge vrouwen te stimuleren, ga alsjeblieft terug. En de Bijbel leert ons dat heel duidelijk Orpa gaat terug. De Bijbel vertelt ons dat Orpa teruggaat naar de veilige omgeving van Moab, naar de zekerheid die ze daar waarschijnlijk heeft om een man te vinden. Maar wat de Bijbel ons ook vertelt, is dat Orpa niet alleen teruggaat naar Moab, maar ook teruggaat naar haar goden. En wat dat betreft zou je kunnen zeggen, is Moab een beeld van de wereld met de afgoden. Want Moab kun je alleen maar dienen. In de Moab kun je alleen maar leven als je ook werkelijk die afgoden dient. Dat was ook een van de redenen dat Elimelech, toen hij daar woonde, als vreemdeling verbleef, niet in een van de steden ging wonen. En op die manier probeerde hij ook heel duidelijk God te dienen en verder afstand te nemen van de afgoden. Orpa gaat terug. Gaat terug naar haar goden. Gaat terug naar de wereld waarin ze gewend is te leven. En Rut? Rut staat voor dezelfde vraag. Maar Rut zegt op een gegeven moment tegen Naomi: Naomi, stop, stop, stop. Hou alsjeblieft op. En dan zegt ze het volgende. Naomi zegt dan: kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar God. Ga haar toch achterna. Maar Rut antwoordde: vraag mij toch niet langer u te verlaten en terug te gaan weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Dat vind ik zo mooi. Deze heeft op een gegeven moment gezien in het leven van haar man, in het leven van de familie, wie God betekent. En het gevolg daarvan is dat ze God gaat volgen. En toen ik dat las, dacht ik bij mezelf, dat zou ik willen. Ik zou willen dat mijn familie, dat mijn vrienden, dat de mensen om mij heen, als ze naar mij kijken, kunnen zeggen, ik wil de God volgen die Eugène volgt. Ik wil de God volgen die ik daar gehoord heb. Ik wil niet in de wereld leven, in de wereld van de afgoden. Ik wil heel duidelijk met haar, ja, ik wil eigenlijk die God volgen. Later zegt iemand tegen Rut, als die hoort van haar keuze, het volgende. Mogen de Heer je daarvoor rijkelijks belonen.
De Heer, de God van Israël, onder wiens vleugelen je een toevlucht hebt gezocht. En dat klinkt heel mooi als je die zin krijgt. Maar als Rut en Naomi samen terugkomen in Bethlehem, zijn er een paar mensen die misschien de eerste weken aandacht aan te geven, maar dan houdt het op. Er is geen sociaal systeem en zij hebben eigenlijk geen andere inkomsten dan afhankelijk te zijn van de bedelstaf. En Rut herinnert zich, de enige manier om aan geld, aan inkomsten te komen, aan eten te komen, is in de oogsttijd naar het veld te gaan en alles wat de maaiers laten liggen bij elkaar te brengen en op die manier te eten. En dat vind ik zo mooi, want dan staat er in één keer dat God ergens in dit alles de regie heeft. En dan staat er in de Bijbel dat zinnetje, bij toeval, en ik geloof dat toeval niet bestaat, maar bij toeval kwam Rut op het veld van Boas. Een ver familielid van Naomi en degene met wie ze uiteindelijk trouwt. En natuurlijk moet ze wachten tot alle regie uiteindelijk is dat ze uiteindelijk met hem kan trouwen. Maar het bijzondere daarvan is dat ze uiteindelijk de overgrootmoeder van David wordt. En uit haar geslachtslijn wordt uiteindelijk Jezus geboren. En als ik kijk naar die geschiedenis van Rut, dan zie ik daar een vrouw die op een gegeven moment in aanraking is gekomen met het evangelie. Op een gegeven moment heeft besloten, tegen beter weten in, tegen de kans dat ze het veilige moet verlaten voor het onveilige, het onzekere, het zekere voor het onzekere. En ze heeft besloten, ik wil die God beter leren kennen. Ik wil schuilen onder zijn vleugelen. En wat ik zo mooi vind is dat God dan ook de regie vanaf dat moment overneemt en uiteindelijk Naomi helpt, want die krijgt kleinkinderen, maar uiteindelijk ook Rut brengt op de plek waar ze zou moeten zijn en op die manier een zegen moet zijn. En dat mag een stimulans zijn voor je allemaal. Want misschien herken je je wel een klein beetje in Rut, in de situaties van haar leven. En dan zou ik tegen je willen zeggen, laat je, gebruik haar als voorbeeld en vertrouw erop dat God zegt dat hij je zal zegenen als je onder zijn vleugels schuilt.